We zijn hier vandaag in Rotterdam voor de Nationale Klimaattop. Er komen vandaag heel veel belangrijke mensen bij elkaar om te praten wat we kunnen doen voor een betere wereld. En die mensen gaan wij proberen te interviewen. Wat doet u hier vandaag? Nou, ik ben als bezoeker van de Klimaattop heel erg geïnteresseerd in wat de laatste ontwikkelingen zijn. Ik ben heel erg benieuwd naar de concrete plannen. Ik kom luisteren naar hoe wij in Nederland de komende 10, 20, 30, 50 jaar omgaan met het klimaat. Er wordt al heel lang gesproken over het klimaat, maar wordt er niet eens tijd dat er echt wat gaat gebeuren? Zeker, absoluut. Eens, er gebeurt wel heel veel, moet ik zeggen, op dit moment al. En wat we vandaag gaan bespreken is hoe we dat nog verder kunnen versnellen. En als ze nou gezamenlijk hun schouders eronder zetten, dan zorgen wij dat we die wereld net wat mooier achterlaten voor jullie dan anders het geval zou zijn. Wat komt u hier vandaag doen? Ik ben hier vandaag om de kinderklimaattop te leiden, samen met 40 kinderen. Vind je het belangrijk dat kinderen bij deze zaak worden betrokken? Ja, omdat ik vind dat kinderen net zoveel last hebben als oudere mensen. En dat niet alleen volwassenen mogen bepalen wat er gebeurt. En wat ik met name heel mooi vond, is dat de kinderen zeiden dat we gewoon heel enthousiast over moeten vertellen. En ook andere mensen motiveren om wat te doen. Alle initiatieven die vandaag gepresenteerd zijn, leveren op dat we in 2030, is het geloof ik Chris, 9% minder uitstoot van broeikasgassen hebben in Nederland. En dat is echt super. Ja, echt heel goed gedaan. Zo, nou.